Het zijn mensen met hersenbeschadigingen. Dat is een beetje jammer voor die mensen die net hun vinger opstaken. Maar in ieder geval, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, om van normale mensen echt rationeel handelende wezens te maken, moet je eigenlijk stukken brein weghalen. Nou, het eerste vreemde aan zo'n experiment is dat als je dat doet, dat dan 80% van die mannen niet merkt dat je die kaartjes hebt omgewisseld. Dus maakt helemaal niet zoveel uit wie er vanavond thuis komt. Als ik dan niet heel snel dat hotel boek, dan gaat het allemaal mis. Je zet gewoon ergens een rij neer, gaan er gewoon mensen bij staan. Zo makkelijk doen mensen elkaar eigenlijk na. Dat we dus eigenlijk zelfs een keuze die we helemaal niet zelf hebben gemaakt, net zo makkelijk van een motief voorzien als een keuze die we dan wel zelf denken te hebben gemaakt. Niet doen. Nee. Het is gewoon, is onzin. Als je even realiseert wat het betekent, al die meningen, namelijk niks, dan is het heel raar om je daar zo druk over te maken.